dat de deurzakkers ook nog wat speciaals gaan doen. Nou, wat gaan we doen? Wij hebben ons jaarlijkse kerstcarnavalsbingo natuurlijk op 10 december. En dat betekent dat de volledige opbrengst van de kerstcarnavalsbingo naar dat goede doel gaat. Kijk. En dus niet alleen wat de opbrengst is van de kerstcarnavalsbingo, maar ook wat de opbrengst is van de activiteitencommissie van SVI. Die dus altijd op Koningsdag dus hier een mooie loterij doen. En de laatste ronde van die loterij, ook die opbrengst, gaat naar hetzelfde goede doel. Nog aanstaan. Ja, goedemiddag. We zitten weer in Zwolle, de Voorstraat. En wat denk je? Carnaval. 8 juni? Nee, we doen wat anders. Afgelopen seizoen, carnavalsseizoen. KWF, we hebben een actie opgestart. Niet wij, maar Miranda. Miranda Platje, de dochter van. Die kwam op het idee van, kunnen we een inzameling gaan houden voor het KWF? Nou, Sasserdonk TV is Sasserdonk TV niet. Jongens, we gaan het doen. Dus armen ineengeslagen, we hebben een box binnengehaald. En tijdens het carnaval is die box links en rechts geplaatst. En iedereen kon een donatie doen, het zij door munten, het zij door geld. Nu komt het mooie, de deurzakkers, en daar hebben we onze grote, daar mag toch wel even bij komen, onze hoogheid, waar is er nog een hoogheid? Oh, nee, niet meer. Ja, nog wel, nog wel, maar niet in functie nou. Nee, okay. Die was ook heel erg enthousiast, die heeft gelijk gezegd van, we gaan het doen. Ja. Ja, maar vul even aan. Ja, mij is op onze, aan mijn goede herinnering, op onze receptie van mij is gevraagd van wat gaan we doen als actie. Ik zei nou, we gaan gewoon al het geld inzamelen met de kerstbingo en dan gaan we schenken aan het KWF-fonds. Ten nagedachte van Hans Platje. Ja. Hartstikke mooi initiatief. Zeker een hele goede opkomst. We hebben daar ook zelf getuige van mogen zijn. SVI, de voetbalvereniging. Die kwam ook één keer om de hoek kijken, onverwachts. Die hebben ook gelijk gezegd van, jongens, we hebben een afvaardiging van de SVI. Die mag er even bij komen. Dat is meneer Spijkerman, als ik het goed heb. Hè. Klopt helemaal. En los. Wij hebben met Koningsdag de laatste verlotingsronde. Hebben de helft gaan we doneren aan KWF. Dus dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Ja. En dan zijn we natuurlijk ontzettend benieuwd wat er gezamenlijk allemaal binnen is gehaald. Goed, we gaan natuurlijk nu even over Miranda. Zou je even voor de camera willen komen met dochter Lief? Want jullie hebben initiatief genomen om in Enschede de... Vijf kilometer te lopen. Ja, dat is genoeg. Ik zou er in principe bij moeten zijn. Helaas was een andere... Nou goed, daar ga ik maar niet verder op in. Gert was er niet blij mee. Nee. Maar ik ben heel fijn dat Gert toch daarin Absoluut. Is gegaan om jullie in beeld te zetten. Ja. En jullie hebben het gehaald. Wij hebben het gehaald, hè? Ja. Ja. En is het ook al bekend wat je daar hebt binnengehaald? Ongeveer. Volgens mij nog geen 2000 euro. Want dat was ons... Koekoek. Dat we hebben hem steeds het verhoogd, zeg maar. We dachten, nou, elke keer kwam er zoveel, dus we verhogen hem weer. En toen zaten we op 2000 euro en dat hadden we net niet gehaald. Dus, Fantastisch gedaan. Ja, super gedaan. En, en dochter Lief, hoe ging dit? Goed. Ja? Ja. En doe je het zo weer opnieuw of zeg je van, het is nou ook mooi geweest? Nou, ik wil het wel nog een keer doen. Kijk, en doe je vanmiddag ook nog mee? Nee. Dat niet. Maar dan moet je het de kijkers vertellen. Vanmiddag is dan de 4 mijl en de halve marathon, hè? Ja. Oké. Okay. Hartstikke mooi. Wie kan ik nou nog even ook naar voren halen? De penningmeester van de deurzakkers, Gerard. Ja, we hebben dus op 10 december hebben wij onze bingo gehouden, onze jaarlijkse bingo voor het goede doel. Nou, en dat was in dit geval was dat voor KWF en ten nagedachtenis van Hans. En Hans was eigenlijk vanaf de allereerste bingo heeft hij bij ons de boel aan elkaar gepraat. Nou, dat kon hij als geen ander. En vorig jaar was er niet bij, dus we vonden allemaal een fantastisch doel. Ik had de vorige filmpje al gezegd van, het record was 777 euro die we hadden binnengehaald. En ik had goede hoop dat we er nu overheen gingen. Jan die mag het straks kenbaar maken, maar dat is echt gelukt. Dus dat is heel mooi dat je met een beetje een bier drinken en loten verkopen. Dat is zo'n fantastische middag. Maar dat is toch fantastisch. Het was echt volle bak, dus we moeten kijken of we volgend jaar wel... Of hier of aan de andere kant moeten, maar het was supergezellig. Geslaagd. Hartstikke mooi. Ja. Ik denk misschien dat het nou tijd is gekomen om de
daar een bekendbaar te gaan maken. Wie gaan we eerst doen? De deurzakkers? Ja. Nou, Ik geef jou de microfoon. Ik ga mijn best doen. Even naar vast aan de vast. Ja, oké. Okay. Goed. Gerard had het er al over om het bedrag te evenaren. We hadden gehoopt dat het dubbele zou worden. Maar ik denk dat we hier ook uiterst tevreden mee mogen zijn. En jullie helemaal. Het bedrag is geworden €1.360. Namens de deurzakkers. Ja, top. Heel mooi. Ja, heel mooi. Dank jullie wel. Graag gedaan. Super. Nou, geef ik nou het woord aan SVI. Dankjewel. Wij hebben er nog een bedrag bovenop gedaan. Niet zo hoog als deurzakkers. Maar er komt maar liefst nog €500 bij. Dus, fantastisch. Alsjeblieft. Graag gedaan. Nou, dit zijn fantastische bedragen. En nou, dit is hartstikke mooi voor het goede doel. Dat ze nog meer onderzoek kunnen gaan doen. En ja, het is echt, ja, net wat je zegt, echt nodig. Wil je nog wat iets aanvullen, Miranda? Oké, de emoties komen een klein beetje los. Geeft helemaal niks, is prima zo. In ieder geval, jullie bedankt voor jullie gift. Iedereen trouwens voor de SVI en voor de deurzakkers. En de sponsoren en natuurlijk ook de Kuiperij, organisatie. Nou ja. Niels ook maar. Oh ja, Niels, ja. Oké, Niels. Nou, lieve mensen, wij gaan afsluiten. Fijn weekend en wie weet tot gauw. Dag.